Yo mensen, toch weer deze video. Mijn naam is Wesley van Westbo 1999 Met vandaag weer de Almere City Managing Career Mode. En ja, dit is wat later dan jullie misschien verwacht hadden. Maar um, ja, ik was, uh, ik was de hele de, de zaterdag druk bezig. Vandaar dat de video dus later online kwam. En ik heb nog heel erg, heel erg, nog wat last van mijn verkoudheid. Dus um, ja, daarom dat het ook wat duurde. Maar hij komt eigenlijk toch wat later. En we, we beginnen deze aflevering met de wedstrijd tegen AZ. En we komen op voorsprong... Hier in eigen stadion tegen AZ Alkmaar. En uh, ja, laten we hopen dat wij hier in deze toch wel een belangrijke eerdervisiewedstrijd wel een uh, goed resultaat kunnen halen tegen uh, AZ. Klaasie, Penetra, Zadiek. Het is uh, de uitbraak nu van AZ. Kunnen we dat voorkomen? Barbet in de achtervolging. Nog steeds het bal bezit. Goede paas. En ook het doelpunt. De gelijkmaker van AZ. Alkmaar 1-1. Notabene een jeugdspeler. González die scoort bij AZ. Joe. Futsa Mensa. Vinden elkaar goed. Futsa Mensa. Komt er dan een voorzet uit. Of hij gaat zelf. geeft hem af op Gikomakis, Marques. Maar die krijgt er nog niet in. Dus de uitbraak nu weer voor AZ. Van Bommel. Dat is een harde tackle hier van de verdediging van Almere. Artsen die dat doet. De die kwam van Ajax, dus een taalverdediger. Kijk ondertussen ook de gele kaart al. Maar ondertussen zitten we al minuut 35. Waar Almere een uitbraak heeft. Ribeiro, maar de bal wat op het laatst met onderschept. Wel een hoekschop voor um, Almere City, kort genomen. Martinez. Martinez, God geblokt. Foulsa Mensa, Vera. Vera, Joe. Joe. Komt er nog een kans? Ja, er komt het doelpunt. Dit is 2-1. Zo vlak voor dus. Joe doet het. De de aanvaller van Almere schiet ons op een 2-1 voorsprong. Zo vlak voor dus. Dus de voorsprong van Almere zit hier tegen AZ. Goeie. Goed doelpunt. Met goed gevoel de rust in. Als het zo blijft in ieder geval, wordt het misschien zelfs meer. Van Bommel. Paulus het is in ieder geval van AZ, dat dan weer wel. De wit, harde oh, ja, tackle van Futsal Mensa, blijft bij een waarschuwing en heeft er niet geluk mee. Vrij tap genomen, zit is voor Almere. Hier zelfs zit er bijna op, bij een 2 in voorsprong dus voor Almere City, hier tegenaan zet. Hij komt er misschien niet meer, met Martinez, Martinez is eruit, Martinez komt er een voorzet, Martinez, en niet bij Gicomakis. We blijven voor ons nog de twee in voorsprong. We gaan kijken wat de tweede helft gaat worden. 53 minuut AZ krijgt de eerste mogelijkheid. Gonzales. Schot geblokt. Bal zit weer voor uh, Almere City. Goed. Joe. Joe komt eruit op de flanken. Die is eruit. Nu komt er een serieuze kans weer voor Almere. Maar op het laatste moment is het die de bal onderschept. Nu de bal weer voor van Bommel. Mein Milovic, González. Gonzales. Weer terug naar achter gespeeld. Maar is Mijnans. Almere hoopt die bal snel te kunnen onderscheppen. Die bal hier voor de Wit. En dan gaat nog steeds de kans. Hier de Wit. Dan komt een gevaarlijke voorzet. Sadik. Of Sadik. Of Sadouk, hoe je het ook wil zeggen. Onderschreven op Barbet. Nu misschien de kans. Martinez. Goed, Martinez. Peters wordt uh, op pad gestuurd. Peters. Goede paas. Ribeiro. Uiteindelijk is het weer Martini die de bal weghaalt. opvangen hier weer door Almere. Hier de bal voor Peters. Peters. Goeie paas. Martinez. Komt er een voorzet. Laatste 20 minuten de kans. Hier 3-1. Maar de bal wordt uh, naast gekopt. Laatste kwartier van de wedstrijd. Dan steeds 2-1 voor uh, Almere City. Hier de goede onderschepping. Fusamensa. Barbet. Barbet. Oh. nou we even kijken. Dan gaan we een wissel doen. Of niet. Nee, laten dan even mee wachten. Florianus. Giekelmaak is. Goeie paas van Giekelmaak Joe is weg. Joe is weg. Joe voor zijn tweede. En hij schiet naar binnen. 3-1 voor Almere City. De tweede van Joe. En zo staan wij met 3-1 voor. Later 3-1. Vlak voor rust kwam er 2-1. En nu, vlak aan het einde van de wedstrijd, komt er 3-1 van dezelfde speler. Joe. Johan van Bommel, goed onderschept door artsen. Voet Sementa, Joe. Van den Kamp. Grieco Maakes, Hier terug op Van den Kamp. Laatste vijf minuten. Van den Kamp, Grieco Maakes En het wordt nog 4-1 voor Almere. Grieco scoort. En zo is het er geen twijfel over mogelijk. Gaat Almere winnen hier in eigen stadion. Waar Ramos er nog in komt, een jeugdspeler bij Almere. Voor de man met geel. Waerts of, of hoe je het moet uitspreken. De dus oudspeler van Ajax. Maar wij schieten de 4-1 binnen. Gico die dat doet. En zo winnen wij de wedstrijd tegen AZ Alkmaar. Een hele mooie overwinning. Belangrijke overwinning zeker. En... Um... Kijken waar het zich naartoe brengt. Wordt het misschien zelfs nog meer als Van der Kamp de bal krijgt. Maar de bal in de handen van de doelman komt dan is het klaar. En dan winnen wij met 4-1 dus van zet, Doen we dus goede zaken in de competitie. En dan weten we ook eindelijk een keer wel weer wat winnen is. En ook een topwedstrijd, blanke wedstrijd. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Nu treffen wij FC Twente. Zeker ook een lastige tegenstander. Zeker, zeker een lastige tegenstander. Waar wij op de hoogtepunten gaan spelen van deze wedstrijd tegen FC Twente. En wij gaan zien wat we gaan kunnen doen tegen FC Twente. We hebben toch een aardig sterk team, dus het moet nou wel goed komen. We gaan het zien. Let's go. beginnen tegen Twente. Waar de bal bezit of de afstap is voor FC Twente in ieder geval. Stijn. De eerste aanval is voor Almere City binnen 6 minuten spelen. Hier de bal voor de Ribeiro. Ribeiro. Vera. Vera. Komt daar goed langs en dan komt er gelijk een serieuze kans, maar die bal schiet hij net naast. Ze zit het ook niet mee. Sadilek. Bal is het nu weer voor Twente. Half uur gespeeld. Proper. Schikomaak is. Aiting. Proper. De druk uh, wordt in ieder geval een beetje gezet door um, Almere. Twente volgens nog met de bal balbezit nog steeds. Nu komt er opnieuw een kans in 31e minuut. Een verge voorzet van FC Twente. Rots. Kobal. Sadilek onderschept. Ribeiro. De counter nu voor Almere City. Martins. Goed. Martins. Gikomakis. Gikomakis. En het is 1-0. Gikomakis scoort de Griekse spits. Die ooit bij VVV heel erg op dreef was. Buter ook nog gespeeld. Heel het niet bij Utrecht gespeeld trouwens, dat zeg ik allemaal. In ieder geval bij alleen bij VVV, maar dat niet verder meer. Eh, daarna niet echt meer, ja, niet meer gehoord hebben. En nu lijkt hij bij Almere weer een beetje zijn vorm terug te hebben. Ik was het er waar met um, Dessus, die natuurlijk ook bij VVV goed speelde. Of bij NAC, volgens mij, een van de twee. Bij NAC en toen naar Utrecht ging. En ja, toen naar Feyenoord, daar kennen we natuurlijk, was het goed. Maar hier hebben we het over Giego Tussen nog 20 minuten te gaan. Nog steeds uh, 1-0 voor Almere. En wij krijgen nu met 83 een mogelijkheid om de wedstrijd definitief naar ons toe te trekken. Hier met Joe. Die de afgelopen wedstrijden er erg dreef was. Kan hij hier ook wat doen. Misschien met een paas. Ja goed. Gico Marques en uh, Redding. En dan uh, zit de wedstrijd winnen wij van, ook van FC Twente met een 1-0 dit keer. Maar we winnen wel. Gewinst tegen AZ en tegen FC Twente. Heel goede aflevering tot nu toe. En dat treffen wij nu FC Utrecht op 1 december 2024, daarna treffen wij een Ajax, wat een lastige, um, lastige wedstrijden hebben wij nu, Utrecht, Ajax, we gaan zien wat het wordt tegen FC Utrecht, um, deze is eens, tot nu toe de eerste goede die we proberen nu, een Nederlandse um, voorhoede spelen volgens mij, ja, is 62 algemeen, daar moeten we wel wat mensen uitdelen misschien, als we wel hier even kijken wat we hebben. Ja, van de Hoeven lenen we uit. Van Hoeven. van Hoeven, sorry. Jansen ook op de leenlijst. En kijken of er wat uh, reacties op komen. FC Utrecht, wat gaan we daarmee doen? Die gaan wij ook de hoogtepunten van spelen. We gaan zien wat het wordt tegen FC Utrecht na een overwinning. En tegen AZ. En tegen FC Twente willen we ook hier natuurlijk de winst afsluiten. Deze wedstrijd met de winst afsluiten van uh, tegen FC Utrecht. We gaan het zien. De eerste kans is in ieder geval wel FC Utrecht. Dat is we weer wat minder. Romani, Boet. Al te ver, de bal komt bij Martinez aan. Nu komt er uh, nou, geen counterkans, maar dan komt er een strafschop. Vlak voor dus een strafschop in de minuut 38 voor FC Utrecht wordt het uh, Bakker of Romeini. Het is Romeini, het is de 1-0 voor Utrecht. Tweede helft ondertussen begonnen, weer een voorzet, de kans voor een voorzet voor FC Utrecht. 1-0 achter dus uh, Almere, in eigen huis. Nee, niet in eigen huis volgens mij, of wel? Dan weet ik het even niet meer. Hier komt in ieder geval de kans Utrecht. mee. we spelen ja in eigen huis. En dan wordt het zelfs 2-0. Klungelige 2-0. Kunnen wij dit nog voorkomen? Kunnen wij nog richting een 1-2 gaan? Om het weer wat spannender te maken. Na twee goede wedstrijden. hoop ik toch niet dat we hier de wedstrijd uh, met een groot verlies gaan eindigen. Vera. Goed. Joe. Nu dan misschien. Joe. Is eruit. We moeten heel veel zelf doen. Want er loopt niet één speler vrij. Kap terug. Nu wel. Hier Gikomakis is. Schot geblokt. Zit het ook niet mee? Hoekschop nu versus Utrecht. 62e minuut. Bosdogan. Met de hoekschop. Bosdogan. Kort genomen. De bal hier voor Joe. Die goed onderschept dus. Zit er goed tussen. Nu navolg weer van Almere. 65e minuut. Kunnen we hier wat nu aan doen dan? Laatste 25 minuten. Gikomakis. Gikomakis. Wat, wat de bal gezet? Hoe kan je die plek zo van de bal gezet worden? Opnieuw een kans. De laatste kwartier bijna. Bal hier voor Peters. Peters, goede paas. Gico krijgt hem ja, Wat een slordugge wedstrijd is het geweest. We verliezen met 2-0. Na een eh, klinkelende overwinning op AZ. E tegen 20 ronden. Verliezen we nu van Utrecht. Dan hebben wij nu Ajax in de competitie. En treffen wij ook daarna nog in de beker Sparta. Van hoeveel lenen we uit. Maar we hadden hier toch ook moeten winnen van FC Utrecht. Misschien minimaal gelijk. Maar ja. Hey, we gaan hem niet uitlenen aan Herenveen. Dat doen we dan nou liever aan een buitenlandse club. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Dat ik op een tijdmootje gedaan. En een zekere tijd is tijd zoals nu. Later. Doei doei. Oh.